Loretta Schrijver en Aaf Brand Porstius hebben waarschijnlijk nog iets uit te praten. Aaf was vorige week met Mark-Marie Huijbrechts te gast in het programma Koffietijd, maar ze vond de sfeer daar nogal vijandig, onthult Aaf in een podcast met Huijbrechts. Loretta zegt in een uitgebreide Fasenbook-video dat ze dat jammer vindt om te horen. De tekst gaat verder onder advertentie. De Koffietijd-presentatrice vroeg zich tijdens het programma gekscherend af wie er eigenlijk op de mening van Aaf zat te wachten, maar dat viel niet in goede orde bij de schrijfster. Ik denk dat Aaf nog wel een flink slotje kan hebben, want het is toch best een pittige tante, vertelt Loretta in de video. Maar blijkbaar niet. Ze is toch iets gevoeliger dan ik gedacht had. De presentatrice zegt het jammer te vinden dat Aaf zich niet prettig voelde bij Koffietijd en dat dit niet haar bedoeling was. Een grap kan ook wel eens verkeerd vallen van mijn kant. Buzzelex Blok ADS.